What's up, guys? We zijn terug met Coolcast Late Night. We bespreken trending topics, zoals de nijlpaarden van Pablo Escobar die herkend worden als mensen. Of een videoclip van J Balvin waar hij zwarte vrouwen gaat karikatureren als honden. Ook hebben we een special guest, of course, zoals altijd: Junior Vertongen, de enige echte die komt vertellen over zijn carrière in YouTube en grotere stappen die hij nu aan het maken is. Jullie krijgen ook een aanrader van de week van alle panelleden, zodat jullie volgende week weten wat jullie moeten checken of luisteren. En als je het nog niet wist, this is the freshest show of Belgium. Koolkaas Late Night, we back. Beginnen doen we met tip of skip. We gaan internationale releases reten. We hebben die op voorhand al beluisterd, maar jullie krijgen elke keer een snippet te horen, zodat jullie met ons mee kunnen zijn. Uh, Boys, de eerste track die we gaan reten vandaag is de nieuwe track van Frenna, Spooky Love, op zijn album. Here we go. Nee, dus jongens, wat is jullie mening over deze track? Uh, mijn mening, spooky love is sowieso uh, sowieso een tip. Ja. Uh, ik vind hem hard. Het, het is in mijn ogen is het echt wel een potentiële hit okay. van, uh, van het jaar. Van het uh, jaar. Ja, ja, ja. N niet van het jaar, maar wel een van de hits die, 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 echt, die echt wel lang gaan bijblijven. Man. Een van die contenders of zo. Ja, ik vind het wel man. Want mm. wie? Maar het begin laat, laat me zelf een beetje denken aan, zo, aan zo het begin van Jeruzalem man. Zo, dat wel. Klopt, heel goed dat het je het zegt, heel goed dat je het zegt. Want uh, het is ook zo'n beetje Amapiano uh, yes. geïnspireerd. Dus ik was zo aangenaam verrast hier rond. En uh, ik dacht van, oké, okay, goeie. Ja, uh, maar voor de rest, ja, gewoon een uh, goeie tip, Zeker een aanrader voor mij. Dit van het jaar? Ja, dan moeten we het over een Eén van de? Nee. Nee, Eén nee, van dat, de... Nee, ja, man. Nee, nee, man. Weet je, eerlijk bro, ik, ik, in het begin toen ik uh, dat liedje heb opgezet, dacht ik van, pieter, weer zo één van de zoveel mm. zangliedjes en zo, blablabla, yep. bla, bla, maar bro, klopt. daarna... Ja. Yep. klopt, nam de 7-118, oké, dus dat was nee, een goeie, man. maar hit van het is een beetje Snap je? Rustig, he? rustig, 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 rustig. Sowieso een tip. tip. Sowieso in mijn playlist. Maar niet van het, jaar bro, Rustig maar, rustig. Rust 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 maar weet je waarom? Omdat ik, ik, ik voel hier een soort van perfecte mix van Frenna. Weet je, Frenna die zingt vaak in zijn liedjes, maar in hmm, dit ja. liedje is er ook een stukje waar hij ook gewoon, weet je, hij, hij rapt. Alleen ja, niet ja. rapt, maar er is een stuk waar een dat wat hij. Wat afwisseling. Wel, snap je wat ik ja. bedoel? Ja. Ik vak wel met Frenna wanneer hij zo'n internationale sound heeft. Ja. Ik denk dat als je dit afspeelt in andere landen, ja, kan man. ze daar gewoon mee fucken. Ah, en dat vind ik hard. Als hij zo tracks maakt. Ik vind dat hard, want ik denk dat hij de enige Nederlandse artiest is die echt zo internationaal zou kunnen gaan. Klopt, zo, zo, als een, sowieso. zeker weten. Zo, sowieso, en ook, en ook zo die trompet in daar refrein. Zo? Ja, ja, oh, dat yes. is zo ja, dat is zo'n ja. herkenbare oh, element. Dat is super herkenbaar. Ja, ja, is, is een tip, dus man. tip, tip. Yes. Ga zwemmen in baka Lemon. veel flappen en het past niet in die celpeller. Ik verdwijn het Hansklok en ik zes net van GOH met zijn hand net kapstok. BTC baby en we spelen met die wallet. Zijn we klaar, dan gaat die hele eten lachen. houden stok, broer, ik zeg die ding in zijn S. Dus mijn chain had net kapstok. Geef toe, die, man. Ja. Die heeft wel iets. Boys, oké. Okay, ik ga eerst met jou beginnen. Ja, man. Hey, kijk, voor mij is het gewoon een goede tip. is gewoon een pokoe waar je gewoon in de club gewoon gaat. Jimmies gaan opschuren en zo. Je weet, je moet niet denken dat het diepgaand is. Hè. Het klikt gewoon goed. Tip. Punt ja, aan man. de lijn. Was voor het... mij is dit een regelrechte skip, bro. Ja, bro. ik meen ik, ik nah, niet. Ik nah, fuck man. niet. Meer zo, ziet je zo dingen dat zo gebeuren op sociale media en zo? Die uitspraken en zo. Ja. Uh, Om daarvan te een te... liedje maken? Pst, bro, ah. Nee, man. Dat is ah. een moeilijke, want ik heb, ik heb wel zoiets van... Als je viraal gaat, buit het uit. Ik heb zoiets van, die, er is een momentum. Ja, dat is yeah. commercieel. Pak het, dat is commercieel. Het. Ja. Ik vind dat hard. Ja, je gaat money verdienen. Bijvoorbeeld zo, um, uh, Big Shaq van... Uh, Big Shaq van... Uh, ja, ja, ja. Hij gaat op die radio dingen... Hij ziet dat hij gaat viralen en maakt die track, hij heeft optreden. Ja, 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 ja. ja, 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 ja. Bro, ik ben een gunner, doe tip. het. Ja, dat wel, Maar, maar... deze track zag ik nooit in mijn playlist. Bah, ah, ik ook niet, man. Bah, maar maar op, ik denk wel, als ik een als... club hoor, juist. ik ga Xaar. Voilà, sowieso, sowieso voilà, ik had ook gezegd, als het. ik echt in een domme moed ben, ja, ja, ga ik dit het. sowieso opzetten. Ja, daarom is het voor mij dan meteen een tip. Nah, ik skip ja, maar hem omdat het niet in mijn persoonlijke playlist is. Gewoon een tip, man. is inhoudsloos, man. Tip. je? Maakt niet uit. Dit is Young Ellens. Skip, tip, skip. Skip, tip. Ja, dat is die goede. Qui va s'accrocher en premier On avait parié À moi t'es accroché. Tu peux plus lier. Entre nous y a rien de sérieux. Je vais pas la marier. Madame est sur mes côtes. Je lui donne à consommer. Elle est venue prendre sa dose, dose, dose. Elle vient pour sa dose, dose, dose. Elle rêverait que je la pose Yes guys. Doos. Mm -hmm. Ik zie iedereen zijn ogen begonnen te, dicht te knijpen mm. het eh? beginnen op een lippen te liken en zo ja toch Lekker sensueel lekker sensueel voor mij is dit echt wel een uh, tip man ja ik, ik... weet je waarom dat ik dit een tip vind is gewoon de beat de vibe het, ja, het, weet dat je, je dat is die Franse sound ja man ja man dus het is voor mij een, uh, een tip ook gewoon weet je ik luister niet vaak Franse liedjes okay. maar ik heb zo doorheen de tijd doorheen de jaren ben ik zo leren Frans begrijpt met liedjes. Ja. Uh, en zijn tekst is ook wel gewoon. Ik denk dat heel veel jongens zich daarin herkennen. Want het gaat over dat hij heel druk is in zijn leven. En er is dan een chick, maar die wil dan ja. serieus zijn. Maar hij ja. wil niet, omdat hij weet dat hij geen tijd heeft. Ja, en zij komt haar dosis nazadalen. Ja. Ja, dus ik man. denk dat ook gewoon heel veel boys. Zich daarin gaan herkennen, in die tekst. Herken zo. jij jou in deze tekst, Jay? <laughs> Jay, ze hebben niet op die spots. Ze hebben niet op die spots. Jij herkent jezelf. Ik zit goed, het is eerder iets meer voor jou, Alex. Je maar voor jou, bro. Buiten uh, dat. Jij herkent jezelf, bro. Ik ben met God, bro. <laughs> 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 maar anyways, buiten dat, ik vind het zeker wel een tip. Gewoon heel goed, traag, sensueel, vibey. Dus ja, man, het ja, gaat zeker ja. in de playlist. Sowieso. Ik denk ook voor mij is dat gewoon een tip. Ik denk ook zo Caribbean vibes. Een beetje slow. Voilà. Ik vind dat Nazar ook heel sterk is in deze stijl. Yes. Yes. We kennen Nazar van die xara liedjes ja, ja, maar Wanneer yes. hij het een beetje rustiger aanpakt, zoals hij ja. het ook met Niska, ja. zij kapot gaat. Zo komt ze sterkte naar voren. Ja, dus. man. Ja, man. Yes. Maar dat, ma dat maakt voor mij ook echt een artiest een potentiële legende ofzo. Ja. Als je in beide vibes kunt uitblinken. Weet je. Ja. ja, ik denk aan de ene kant moet je meerdere stijlen kunnen beheersen. Daarom. Maar aan de andere kant moet je ook de beste zijn in die ja. stijl. Ja.

Yes, uh, ik ben ook de Neptunes vergeten te vermelden, natuurlijk. Heel belangrijk. De Neptunes. Ja. Zeg alsjeblieft niet dat je het niet kent. Hè? Dan gaan we stoppen, maar sorry. Dan kan ken jij yeah, de Neptunes? Ah, 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 ah. Dit was de, bij deze laatste aflevering van Koekas Late Night. Met Wasim erbij. Dank uh, je om te kijken. Wasim, we <laughs> willen zeker bedanken voor je bijdrage. Het is, maar, is mooi maar, geweest. Maar kan maar. dat je het ken, qua... ik weet niet we Maar We zullen jou off camera. Uh, Even snel op de hoogte brengen uh, uh, over Ja, ja, Maar. Terug naar de trek. Yes. Was sim? Uh, voor mij is het. Ik twijfel bij deze, want ik krijg zo. Het is, het is een soort van, als ik me niet vergis, een beetje 2006 kinde of beat-vibe. Vibe ja, ja, man. Het is niet zo'n new school vibe. Okay. Het is niet de Travis Scott of de Gunna of de. Ja, half-half mm. misschien. Half-half. Um... Ik vind het wel zo die. Ergens wel zo Travis, alles wat. Ja, ja, die ja, ja, dus ja, die ja. Tempo? ja, ja, man. tempo. Ja. Maar wel zo wat erachter ja. wordt afgespeeld, denk ik ja. wel dat dat zo een beetje new school, ja, 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 dingen mm. zijn. Um, ik vind het een moeilijke ja, omdat ik vind het ook moeilijk. Ik denk vooral de verwachtingen. Je hebt ASAP, Pharrell, Pharrell Neptunes, ja. dus je hebt zoiets van. Oh, ja, man. En ja, vaak gaan ze wel iets gaan experimenteren of zo. Klopt. Maar ja, ik vind het een goede trek, maar ik steek hem niet in mijn playlist. Ik, ik ook net dus voor mij is het een skip. Uh, van een skip, omdat ik eerder ja. denk van dit is niet iets voor zoals je zei niet in de playlist, maar ik denk dat je het wel gaat voelen op een festival. Daar ben ik er nee, zeker nee, van. Nee. Het is echt meer een festivaltrek in plaats van ja. een track om gewoon ja. even in de achtergrond ja. uh, af te spelen. Je ja. bezig met iets. En ook voor de mensen die natuurlijk de Neptunes wel kennen. Ja. Um, maar leg je, het, de, dat is ik... Nee, wacht, wacht, uh, nee, ik ben nee, nog niet klaar. Lang, ja, zo lang, lang okay. uh, achteraf word je wel gebriefd. Nu, voor de echt, <laughs> mensen die Neptunes kennen weten van dat hun beats meestal beginnen door de... Eerst noot of zo keer opnieuw te halen voordat de beat echt begint. Okay, en het viel niet. me op dat dit niet gebeurde. En dan was van: ah, oké, okay, dus dat is wel anders. Mm -hmm. Dat is gewoon een hele leuke notie om oh. mee te geven. Ja, ja, dat is echt wel zo. Dat wist ik echt niet, man. Maar ja, en in, buiten dat, ja, gewoon toch gewoon skip voor mij. Ja. Yep. Drie keer skip. Yep. Sorry, Neptunes. Mm -hmm. N'invite que moi à la fête, mais tu connais, on arrive à 30. C'est pas goûter un gros. C'est le soir, moi, au chose, ma gueule. Ça tente le vrai à côté, j'ai ma bouteille d'eau, je vais lui niquer le dos. En même temps, je vois la Nintendo. Salut, je joue côté droit, je suis rapide. Numéro 8 derrière le maillot, je vais les mettre à la main de thérapeur. Je me confie en du bon psychothérapeute. DM Crystal 8. J. Bose. boss Zeker een Tip. Ja ja ja, 100. Ja. Dus, ja man, 100 Ho, ook in de buggy snel weg. <laughs> ja, in de S. Ja ja ja, zeker man, zeker tip. Was je? Ah, sowieso is dit een tip man. Ja. Van dit krijg je energy man. Ja, klopt. Dit is gewoon de energy als mm -hmm. jij je voelt je moe, je zet dat even op weer ja. wakker worden. Juist. Uh, maar SDM weet. kende ik niet om eerlijk te zijn hiervoor. Nee? Is, dat, is dat raar? S dat is, SDM is weer een prodigy van Booba. Okay. Weer iemand dat hij heeft gevonden. Weer iemand die hij heeft gelanceerd. Hij uh, heeft zijn eerste gouden plaat behaald. Oké, okay. ja. um, okay. en een topalbum gedropt. Zijn oh, eerste album zo. is echt super dat ja? Zou ik zeker aanraden. Um, en ja, man, rap. Ja, ja man. Trap. Vies. Ja. Harde punchlines. Um, ja, man. Voor ja? mij, deze track is sowieso een tip. Ja, maar SDM in het algemeen zou ik zeker. Zou ik ook gewoon aanraden, aanraden, eigenlijk? Zijn. Ja, dat mm. is een van mijn lievelingsalbums van uh, vorig jaar. Ja, Series? ja, man. Dus tip voor iedereen? Yes, 100%. Alright. Onze gast van vandaag is 21 jaar. Hij is sinds eind februari bezig met YouTube en heeft bijna 200.000 views op zijn YouTube-kanaal behaald. Je kan hem niet alleen op YouTube zien, maar op filmfestivals. Je kan hem op andere podcasts binnenkort zien. Uh, je ziet hem ook op gewone festivals in backstage met supersterren van de Belgische en Nederlandse scene. Onze gast van vandaag is de enige echte Junior Vertongen. Junior, hoeveel mensen komen naar u toe en zeggen... Stel vragen, doe ben-je-alert, ben Veel, alert. echt veel. En denkt iedereen ook dat ze die shit kunnen halen? Ja, velen denken dat ze dat kunnen halen. Ik ga niet liegen, velen denken dat. Maar... Uh... Zitten er hier twee mensen die denken dat ze 1 minuut 30 zouden kunnen halen? Jij denkt van wel? Ah, sowieso man. Sowieso, ja. Uh, ik heb er wel vertrouwen in, ja. <laughs> ja, oké. <okay. lacht> <laughs> daar ging het al <laughs> mis, daar ging het that, al that, mis. Dead, Nou, we hadden hier gos, we niet begonnen man. Nee, ik ga niet liegen, dat is echt moeilijk. Ja? Het is moeilijk. Zeker uh, met camera's en zo. Ja. Nee, ten ket, Wat zo onder druk. A split second ook concentratie, toch? Ja, man. Maar nu, on another note, um, als jij rondloopt in Antwerpen en zo. Ik veronderstel dat mensen wel een beetje naar je toe beginnen te komen. Hoe voelt dat? Dat is anders, echt anders. Dat is, uh, ja? Want ja, ja, dat is echt. Nu heb ik hem. Ja, nu heb je hem. <laughs> oh, okay. Dus ik mag geen jaar meer rekenen. Nee, dat is fout, een nee. beetje. Dus uh, eerlijk, ik had dat niet verwacht. Ik had het echt niet verwacht. dus ook op een korte tijd echt gewoon in 1, oh, 2, goed. 3 veranderd, mm -hmm. ja. en, uh, Maar dat begon eerst in Nederland zelfs. Oh, oké okay. ah, ja, 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 dat begon in Nederland. Mm -hmm. Maar mensen zijn daar spontaan ook, Ja, ja, ja. Ze ja. zijn echt spontaan Die hebben dus. ja Grote ja. verschil? Ja, ja. Mijn mm -hmm. allereerste keer was zo... Ik was in Lijnbaan en uh, ik was daar ook gewoon uh, video's aan het opnemen. Komt er eens naar mij toe. Hey, ik heb jou gezien, ik heb jou gezien. Mm -hmm. ik maak een foto. Ik dacht, oh, serieus? Een <laughs> foto? <Ja. laughs> ja. Ik zei, ja, kom, kom. Sindsdien no. is het balletje beginnen rollen, hoe ze dat zeggen. <laughs> ja. Maar ik denk ook omdat, uw soort content, ik denk dat dat daar meer wordt gepusht of zo. M meer mensen kijken ook naar zo een kleine John. Een, een, ja, ja. Weet je, die content is daar gewoon populairder dan in België of zo. Ja, ja dat wel. YouTube is sowieso uh, populairder in Nederland dan in België. Mm -hmm. Dus uh, daar heb je ook veel meer straatinterviewers. Ja. Ja. hier iets minder Inderdaad. Dus dacht ik van ja, ik zit sowieso in een vrije markt. Daarom ja. ben ik ook begonnen eigenlijk. Ja, klopt. Er, Zie je ook echt dadelijk een verschil van. Je weet al, de aantal views van in België, vergeleken Nederland. Is echt een heel groot ah, verschil? Of nipt? Ja, of? Ja, ja. Dat is een crazy. groot verschil. Okay. Daar is gestoord. Ja, 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 ja. Mensen met evenveel subscribers als ik. pakken daar video's met 100k views en zo. Oké, okay. dus, 150K, die, ja. dat. Kleine John bijvoorbeeld, hij is iets uh, hoger dan. Ja. Uh, die man pakt echt gewoon 500k en zo. Echt alsof het niets is. Dat ne? is ja. gek hè? Hij plaatst een video in, in één uur, heeft hij misschien al 20k. Snap je? Ja. Uh, en hier in België, als je, als je 10k haalt, is het al netjes. Ja, ne? ja sowieso. Mm. Dus, uh, maar ik denk ook zo dat nu dat er meer en meer initiatieven komen, zijn we misschien wel een industrie aan het opbouwen. Ja, ik dat denk dat wel. Voor, weet je, de volgende die na ja, na andere mensen gaan komen, dat zij wel misschien meer dat bereik gaan hebben. Maar ben je daar ook mee bezig? van mmm, Wat kan ik doen om in België meer te behalen? Of heb je gewoon iets van, ik ga groeien. En of dat in beide landen is, of waar dat, dat gebeurt, maakt niet echt uit. Um, bij mij is het sowieso dat ik in beide landen wil groeien. Okay. Um, ook omdat ik weet dat België um, een land is met verschillende talen. Heeft Frans, Duits. Mm, en in ja. Nederland is dat niet. In Nederland heb je gewoon Nederlands, snap je? Mm. Um, dus bij ons beperkt het al een klein beetje in België, omdat iedereen verschillende talen spreekt. Mm dus daarom is mijn focus meer op België en Nederland want ik geloof wel als je um, jouw fanbase kan creëren in België en Nederland dat je toch wel heel ja. die kan gaan ja. dus, uh. klopt maar we hebben Nederland nu al meerdere keren laten vallen uh, je hebt met kleine John gewerkt maar wat mij intrigeert is je hebt een meeting gehad met Mobisep ja dat ook um, en je hebt dat gepost en ik had wel het gevoel van dat dat iets was dat je geïnspireerd heeft ja zeker zeker Mobisep is sowieso een persoon um, die heel veel uh, adviezen geeft, gewoon online ook al, mm -hmm. heel veel tips. Mm -hmm. En um, ja, het feit dat ik hem dan nog face-to-face -face kon spreken en dat we echt een gesprek hadden gehad van een uur of zo, okay. uh, is mij sowieso heel veel bijgebleven, mm -hmm. dat wel. En dat is altijd wel een mooie ervaring om zeg maar, langs iemand te gaan die al uh, zo'n grote naam heeft. Um, en u de gevaren laat zien, um, die u tips geeft, adviezen, bla bla. Dus dat uh, ja. is echt wel een, uh, een mooie ervaring. Ja. Wat voor vraag stel ja, je ja, dan aan een mobius Welke vraag dat ik. Eén vraag dat je zo aan hem hebt gesteld, of dat je aan iemand anders zou stellen, stel dat je nog iemand anders had tegenkomen. Um, ja, hoe lang heeft het geduurd voor een leer dat je echt bent ontploft? Okay. Want dat, is, dat is sowieso een belangrijke vraag. Want wij, als wij kijken naar, naar hun, dan zien we altijd zo van. Ey, het lijkt alsof het snel gaat, ja. maar het is echt een lange proces. Ja. Uh, die mannen zijn, ik don't zeven jaar of zo bezig. Ze zijn al zeven jaar in de scene, zeg maar. Um, en wij die er dan naartoe kijken, voor ons, ja, Mobis ik weet niet, we kennen hem misschien sinds 2018 ja, of, zo, ja, 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 ja. of 2019. En ja, dan man. denken ze van in drie jaar heeft hij dat geflikt, ja. terwijl hij al sinds 2015 of zo is aan het wikkelen, snapte. Um, en dat vind ik wel heel belangrijk, want uh, geduld is echt uh, ja. een schone zaak, sowieso. Nee, nee, ja. En in welke mate is dan bijvoorbeeld, want je zegt nu, uh, Mobius, die zegt al eigenlijk zeven, acht jaar eigenlijk al bezig. Zet jij ook zo iemand die, die bijvoorbeeld al zegt van, okay, ik wil binnen vijf jaar daar zijn? Of ik wil binnen acht jaar dat zijn? Of, of, ja, of zet je zo stap per stap en. Eerlijk, wel. Um, ik ben sowieso iemand die alles snel snel wil hebben. Maar okay. ik probeer dat af te leren. Okay. Um, dus hoe de dingen bij mij bijvoorbeeld zijn gegaan, het is wel snel gegaan, mm -hmm. uh, maar dat is uitzonderlijk eigenlijk. Dat is ja. sowieso uitzonderlijk. Uh, dus in mijn hoofd probeer ik altijd te zitten uh, dat het sowieso zeven jaar kan duren. Ja. Zo, snap je? Dus het kan sowieso. Want de mensen die nu bijvoorbeeld uh, aanwezig zijn, die zijn misschien 28, 29 of zo, of 27, terwijl ik maar 21 ben ja Klopt. En, uh, dus en dat ik... is crazy om te zien waar dat je eigenlijk al staat als 21-jarige. Ja, ja. ja dat wel, omdat ik eigenlijk al weet wat ik wil op jonge leeftijd. Uh -huh. Dus als je dat al weet, is dat echt al een voorsprong. Dat is een blessing, hè? Dat is een blessing. Heel veel mensen ontdekken dat pas in de dertigste, 35ste, yes. ja. En ze zitten al vast in situaties. Ja, ja. Uh -huh. en, um, en natuurlijk, we hebben hier allemaal Afrikaanse origines. Uh, als je thuiskomt en je legt uit van... Hey, ik wil of ik maak YouTube-video's hoe wordt dat onthaald thuis um, ik had wel geluk met mijn vader omdat hij er vrij veel van wist okay. mm. maar hij had al iets van gaat je YouTube-account starten en hij begon al zo'n beetje raar te kijken en dacht ja. van, van gaat je dat wel kunnen en zo dit dat ik zeg ja en um, eerlijk ik kan niet liegen ik ben gestopt met school, Allee, korte pauze gepakt door ja. YouTube. Omdat ja. ik wist okay. van, ik ga me er 100% op focussen. En ik had hem dat ook zo gezegd. En uh, hij zei van, oké, okay, laat maar zien. Maar ik had ook wel gezegd dat ik gewoon ga werken daarnaast, maar ja. dat ik me ook ja, ja, ga ja, focussen ja. op YouTube. Juist, man. Je had een plan. Ja, ik had een plan. Mm. En ik had die plan ook laten zien. En mm. hij dacht van, oké. Okay. En ik had een doelstelling binnen drie maanden of zo. En ik, mm -hmm. heb die, ik had het echt los behaald. Ja. Ja. En toen is ik het zien dacht hij van, oké, okay, nee. Want ik had echt misschien in, in één maand of zo... Nee, nee, in een paar weken mm -hmm. had ik 1k subscribers of zo, snap je? Mm -hmm. En dat behaalt je normaal gezien na een paar maanden of zo. En toen ik ja, ja. dat liet zien, dacht hij van, oké, okay, nee, nee, dat is wel serieus, snap je? Ja, ja. Mijn eerste video's, hebben gewoon die views te zien, hij dacht van, oké, okay, nee, dit is wel ander ja. ook. Toen zei hij van, ja, oké, okay, doe maar, ja. snap je? Doe je ding. Ja, ja, ja. En uh, hij heeft ook wel stappen gezien, dus uh, dat is mooi man, dat is super hard. Dat is hard, ja, ja. Dat, is ook man. Dat, we, dat we ook zoveel voorbeelden ja, kunnen ja, vertellen, ja. dat we ook weten. kunnen tonen van: hey, ja, als man. je achter jou, jouw zoon of dochter staat, ja, 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 die zeker, push kan belangrijk. belangrijk. Ja, dat is belangrijk. Ja, want want allee, like bij onze allee, Afrikaanse ouders, mm -hmm. ze willen altijd of dokter, ingenieur, in, in, ja, die rijden, ja, advocaat, ja, die dingen maar. ik vind dat wel nozel, want uiteindelijk als iemand echt talent heeft. En je waste dat, je verspeelt ja. dat, dat is, dat is jammer. Weet maar dat je is wel. moeilijk, want je moet altijd. Ik denk ook hoe ouder we worden, hoe meer we begrijpen wat hun situatie was ja. en is en, en van hoe waar zij, zij komen. En hoe zij kijken naar het en, en ik heb zoiets van. Weet je, als mijn moeder zo hard heeft gegrind om te proberen studeren, bijvoorbeeld in Congo. En weet je, zij kwam uit een klein dorpje, ze moest verhuizen naar Kinshasa, haar familie achterlaten. En dan komt zij in een land terecht waar zij weet van: ah, mijn zoon gaat gewoon kunnen studeren. Yeah. Ja, yeah. voor haar is dat van. Oh, Ah, doe gewoon dokter. Ja, ik heb het, het gedaan mijn moeder zegt altijd of zij altijd van ja het gaat gewoon om het feit dat jij nu zoveel meer kansen hebt ja. verpest het niet en ik ja, denk daarom ja. dat ik ja. zei het feit dat je een plan had dat was wat zij willen. Ja, zo. Ja. dat is niet per se dat je moet studeren da, da, da. maar velen willen wel dat je gaat studeren snap je de ja, de maar ja. Ja. het ding is uh, de wereld is echt aan het veranderen oh, in, dus. Er beginnen nieuwe beroepen bij te komen. Ja. Snap je? Een vlogger was vroeger geen beroep. Ja. Maar nu wel. Jij kunt echt gewoon ja. een vlogger worden. Jij pakt je geld omdat je ja. een vlogger bent. Maar onze ouders gaan dat waarschijnlijk niet begrijpen. Voor hun ja. is dat van. Wat ja. ga jij video's maken in plaatsen en dat nee. wordt je. En, en gaat je komen, er geld aan snapte? verdienen? Dat is ook hun vraag. Ja. Die gaan zo zeggen: gaat je er wel geld aan verdienen? En het ding is: um, ja, voor zo'n dingen gaat jij sowieso moeten grinden, maar op een andere manier. Snap je? Ja. Hun ja. hebben op een andere manier gestreden. maar als jij zoiets wil starten, een vlogger bijvoorbeeld of I don't know what, mm. gaat je ook op een andere manier moeten grinden. Ja. Maar nou, die manier kennen ja. ze niet, snap je? Dus voor ja. hun is dat zoiets dat is ja. niet mogelijk, snap eh, Oké. Okay. En hoe zou je jouw manier dan kunnen beschrijven qua grinding? Is dat dan, want ik kan me voorstellen, netwerking is heel belangrijk. Ja. Maar, in, het, in het Vlaamse. Ja, maar eerlijk, ik, ik denk dat met mij wel alles op mijn pad is gekomen. Mm. Dat ook wel. Don't want, trace. That's ja, right. want het is niet. Kijk, vroeger wou ik sowieso uh, een... Toen ik 11 was, dacht ik altijd van ik wil je zo met sociale media, snap je? Dus, okay. um, sindsdien was ik er ook altijd mee bezig en zo, maar toen was ik wel Facebook, was actief op Facebook, bla bla. En um, ja, sinds een paar jaar terug begon alles gewoon op mijn pad te komen. Het is niet dat ik echt um, ernaar zocht of dit of dat deed, alles kwam echt gewoon spontaan. Nee. En ja vanaf het moment dat ik dat serieus begon te nemen, ben ik gaan netwerken. Begin, want dat, ja. is sowieso, ja, ja, dat, is... dat is sowieso super belangrijk. Maar ook het netwerken ging easy, snapte mm. Dus ik stuur iemand en ik doe mijn gsm uit. Een paar uur later ik krijg een antwoord terug en denk ik van hoe kan dat, snapte? Ja. Maar, ja. maar ik denk ook dat jij deel uitmaakt van de mensen die. Je merkt dat nu meer en meer er begint een gunfactor te zijn. Ja, dat is waar. Iets wat dat vroeger in België in het algemeen. Echt miste. En ik denk wel dat jij een van de mensen bent die ook behoren tot Dus Ik denk dat mensen wel aanvoelen van je energie is gewoon... Ja, precies. om mensen lastig te vallen Dus ik denk daarom dat ook dat netwerken en zo, voor iemand als jou zo... Ja, mensen hebben zoiets van, als ik je kan helpen... Ja, dat is ook wel een mooi heeft gezegd eigenlijk. Hij zei van, ja, ik heb je video's zien passeren en zo, en ik zie dat je echt gewoon een serieuze jongen bent, snap uh, vandaar laat ik jou ook gewoon langskomen, want normaal gezien zou ik dat nooit uh, gedaan hebben. Ja. Ja. Dus uh, ik voelde me wel vereerd op ja, dat ja. vlak. Um, maar ja, het is gewoon de bedoeling. Pff, ja. Mijn content is nu gewoon iets serieuzere content. Alleen oh. iets leuker en zo entertain. Ja. Ja. Niet dat ik uh, over persoonlijke dingen praat of zo. Ja. Um, ja, maar anderen hebben bijvoorbeeld een andere content die misschien iets anders het, ja, is. Ja, juist. Maar ja, ik vind gewoon als je je content maakt, moet je er gewoon voor zorgen. Ja, vragen. man. Sowieso ik vond het trouwens heel mooi dat je zo werd gegund door Bo, denk ik bij Smile Safari ja, die ding. Ja ook ja. Ik had dat Bo, ook wel echt ja, 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 een Bo soort ook. van energieboost effect ja, van wauw. Ja, weet je. Ja, ja Bo ook bijvoorbeeld. Bij... zijn echt heel kleine John bijvoorbeeld. Kleine John ook. Um, Hij was degene die zei van ja oké okay, ik denk wel we moet eens een keer een video samen, um, samen filmen, snap je? maar je kunt niet weten hoeveel impact dat heeft gehad. Sinds die video dag van vandaag ik stap in Antwerpen mensen komen nog steeds uh, los van het feit dat ze mij kennen komen ze nog steeds van ja, yes, die vriend van kleine John. Die smash up ja daar ook bijvoorbeeld. Dat is gestoord. Dat is uh, yeah. echt gestoord. Dat yeah. is crazy. So, man. Man. Nu vind ik wel eigenlijk uh, interessant te weten, van, met al het mooie dat jou nu uh, in jouw pad wordt uh, weggelegd. Heb je dan ook momenten dat je zo reality checks hebt, dat je vindt van oké okay, of iemand anders in jouw entourage even uh, voet op de grond moest uh, terugbrengen? Um, nee, niet direct, want mm. ik ben. Uh, nog steeds, allee, ik, ik besef nog steeds niet alles. Dus, maar, dus het is niet dat ik zweef of zo, want ja. ik besef dat hm. nog steeds niet. Um, en ik denk ook niet dat dat gaat komen. Ja. Denk ik, want ondanks dat ik bijvoorbeeld een mobice heb gezien of zo, ja. draait dat nog steeds ja. niet door. Je? Dat dringt niet door, bedoel ik. Dat, ja. dus dat is het dat. ding dingen te beseffen, hè? Want... Uiteindelijk, een week geleden of twee weken geleden, was je op filmfestival in Gent. Yeah. Ja. Hoe je was hebt, dat? Je hebt de Afro-Belg-premiere gehost. Ja. ja Doe, er zijn dingen ja. aan het gebeuren, weet je. Je moet er wel van genieten. Ja, ik geniet er sowieso van. En uh, bijvoorbeeld die... Um, um, ja, de Rode Loper bijvoorbeeld in ja, Gent. Filmfest, ja, filmfest. Ja, filmfest. Dat was... Eerlijk, dat is echt een mooie ervaring. Maar je ja. moet beseffen, ik kom daar aan mm -hmm. en ik zie allemaal grote namen, snap je? En toen dacht ik van... Echt... Och. Maar wacht, ik zit hier ook. <laughs> ja. 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 Dat, dat ik loop met iemand uh, die dat je ziet eentje die heeft misschien een, een bereik van 500 k mensen, shit. ander heeft bereik van 200 k ja, ja, ja. en en denk van shit ik zit hier met een bereik van ik weet niet 4 ja. k op <laughs> denk, shit maar ja dat is, dat is sowieso een mooie ervaring ja. snap ja. uh, maar ja alles gaat super snel ook ja, maar ik besef dat niet ja. ik, dat, uh... nee, ik denk sowieso het beseffen, ik denk ook als je bezig bent, dan besef je het ja. niet omdat je, Klopt. je, je gewoon zo aan, dan? Het gaan, aan het gaan, aan het ja, aan het gaan. Ja, ik ben gewoon aan het gaan, ik blijf ja. gaan, dus... Uh. Ja man. Als nee, laatste nee, vraag misschien, yes. wat is eigenlijk jouw ultieme droom? Mijn ultieme droom is sowieso groots worden van Benelux. Oké. Okay. Ja, dat is, uh, dat is sowieso mijn ultieme droom. Ook mijn doel eigenlijk, ja. ja. Dus het is mijn droom en mijn doel. Ja man, sterk. Hey, let's pick into existence. Ja, manifesting. Ja, ja, droog. Droog, droog zo, ja met, uh, man, sowieso. Oké, okay, guys. Ik denk dat we nu even de uh, trending topics gaan bespreken Zo met we. Junior. Yes, Yes, en dan is het nu tijd voor trending topics. Trending topics is een rubriek waar wij de meest opmerkelijke topics van deze week bespreken. Uh, ik wil meteen de spits afbijten met een video die ik heb gezien op Twitter. Uh, twee boys van hele jonge leeftijd rappen, maar ze smoken heel veel ganja. I'm like, why the you I stay on the wood, try to give me some money in my body. Boys, dingen is oh, yeah. Ongelooflijk. Geen woorden voor. Ik heb daar geen woorden voor. Ik Wat is jouw het... reactie? Ik vond het ik vond het heel, wat ik eigenlijk heel fucked up vind is dat ik de track goed vind ja dat is ja, van, ja, ja zo, hij is echt hard ik, Ui, zie video, het zo... ja, ik zie de video en ik weet dit is fout maar mm. ja, ik denk zo van dit is fout man yes. ja dit ja. ja, nee, klopt klopt ja, man. Shit. klopt klopt snap je zit zo te headbang wat van enorm ja één. Maar, maar ja, pff, ja, pff, ja ik zei ja ik, ja, ik zei video ik dacht van ah dat is zonde dat zijn kinderen zijn aan het smoken en zo maar dan ben je weer bezig met van ja moeten we ook in de rap community gaan kijken naar de invloed die we hebben op ja het reeds, absoluut absoluut en dan denk ik soms ook van is dat eigenlijk hun schuld want je kunt ook een beetje doortrekken naar de invloeden inderdaad dat je zegt ja. van die rappers maar ook de ouders man maar eerst dus eens goed en, 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 en alles rond klopt maar ook, hoe de fuck komen ze aan je wiet? ja ook dat is sowieso onze schuld sowieso kom ons wacht we eens verder op gaan waarom per se ons um, ja ons ik zeg nu gewoon als in, ons maar ja. als in je weet wel want eerlijk de video's die tegenwoordig worden gemaakt, mm -hmm. die worden geplaatst op sociale media. Mm. Um, er wordt geen rekening gehouden dat er bijvoorbeeld ook ja. kleine kinderen op zitten. Ja, absoluut. Uh, bijvoorbeeld. En ja, die kijken, als jij kind bent, je kijkt sowieso op naar iemand. Snap je? Uh, ja. En dan als je zo'n dingen ziet, ja. ja. Ja, maar ja, de mensen of de kids die op social media komen, zou niet een bepaalde soort van uh, filter moeten zijn? Denk bijvoorbeeld aan uh, YouTube Kids, dat is ook voor kids ja. voor een bepaalde leeftijd. Ja, dan heb klopt. je ook bepaalde video's die niet daar uh, te vinden zijn. Zou dat ook ja, moeten of... zijn op andere apps dan, als ik het zo hoor? Ja, allee, gebeurt dat niet al een beetje op TikTok of zo? Dat die, allee... ja, je moet sowieso, kijk als jij een jong leeftijd hebt, uh, bijvoorbeeld bij Instagram, weet ik wel um, dat je account dan door je ouders uh, gemanaged dat kan beheerd worden. worden ja. Ja. Dat moet ook in je bio staan. Okay. Je? Dus dat weet mm. ik wel sowieso. En Managed ja, by parents. Ja, snap je? En hoe hij <laughs> zei op, uh, op YouTube: um, heb je dan ook zeg maar voor kids dat je kan doen. Maar ja, als je, als je een kind bent, je kunt geen eigen YouTube-kanaal aanmaken, normaal ja. gezien. Mm. Dus wat velen doen, uh, die gaan via account van hun ouders. Snap oh. je? Okay. Ja, kids zijn sneaky, ja. man. Wow. Maar ik vind ook, ik, vind, ik heb daarover nagedacht: de enige die we eigenlijk niks kwalijk kunnen nemen zijn die kinderen. Tuurlijk. Ja. Okay, hebben ze hebben iets gedaan dat niet goed is. Want ze maar kopiëren maar zij weten helemaal. niet beter, zij ja. kopiëren. Tuurlijk. En dan heb je inderdaad de entourage, de ouders, de voorbeelden. Ook de mensen die het viraal laten gaan. En ja, viraal gaan, is mensen die delen en delen ja, en delen precies, precies. en delen. En ook het feit dat dat, weet je, dat is in Amerika dat dat tot onze Twitter komt ha, hier, in, in, in ons klein exact, Vlaanderen. Exact, exact. Wil zeggen, die shit heeft getraveld. Exact, ja, ja, exact, exact. En dat vond ik eigenlijk gek. Ik had zoiets van: soms gaan bepaalde dingen viraal waarvan ik denk. Dat zou niet mogen en dat is onze schuld. Yep. Wij delen dat. Als in wij, de mensen. Weet je. Maar dat, dat maakt gek. Ja, en inderdaad. ook. Mensen commenten echt gewoon: van hey, die trek is hard. Ja, ze zijn hard dat is het gek, omdat dat een eerste reactie is. is ja, van denken, Yo, ja maar van dat van mag toch niet een eerste reactie zijn? Een eerste reactie moet zijn: Twitter verwijdert deze video. Ja, Twa, ja, nee. ja, dat is waar. Maar, aan maar de ik kant geef zelf zintuig, door... je hoort iets. Hey. Ja. Want het ja, ding maar. is: stel dat begint en ze rappen gewoon. Hij gaat zeggen: ah, dat is hard. En na 30 seconden smokt hij dan heb je echt je geluk. ja <laughs> tuurlijk, tuurlijk. maar als je, bijvoorbeeld, als je kijkt naar rond zelf woord, vroeger wij als twaalfjarigen ja. ik denk dat iedereen hier ooit wel een invloed heeft gehad bijvoorbeeld onze nee, kleren tuurlijk. Uh, tuurlijk, petten tuurlijk. die we dragen schoenen ja, ja. weet je alle woorden die we gebruiken toen lag die lat misschien iets lager qua dat was zondes anders, want maar nu weet je het was ook vroeger, social media als ik naar tv kijk en er is een clip van Cisco en iedereen is in een string en mijn moeder passeert ze gaat zeggen change maar nu als ik in mijn kamer lig met mijn GSM, wat, hoe weet je Ja, mij, waar precies? Ik kom, ze weten niet Klopt. wat je doet. Ja, yep. dat is exact. het probleem. Ah, plus Sowieso. kinderen ook, bro, ze groeien sneller en sneller. op. Sneaky. Ze zijn slimmer en slimmer, ze hebben exact. veel meer informatie dan wij ja. toen. Ja, dus dat is zo, man. Ja, man. Maar ook gewoon als je kijkt, gewoon heel dicht bij ons. Je moet niet per se gaan kijken naar Amerika. Als je kijkt, bijvoorbeeld uh, Nederland die drill en zo. Snap je wat ik bedoel? Mensen mm -hmm. lopen ja. rond met messen ja. en zo. Ja, je ziet ook gewoon, hoe, hoe vaak hebben we dat gehoord in het nieuws? Ja, jongen met een mes. Ja, jongen dit, jongen dat, stoort, jongen dat. Weet je, dat is ook heel moeilijk. Ugh, hè. Dat is ja, heel moeilijk. Want als je mij gaat, ik, ik ben 100% akkoord met jou. Maar als je mij zou vragen wie zijn mijn favoriete rappers, dan zijn het waarschijnlijk allemaal gangster rappers. Shit. Klopt. Ik denk ook gewoon, op een gegeven moment vind ik het zo moeilijk om echt dan weer zo die drill rappers. Uh aan te wijzen als de schuld. Want nee, 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 maar ik zeg niet de schuld. Neem nee, een weet, Ik maar... In het, ik ben het helemaal mee eens, maar het is zo van, op een gegeven moment vind ik ook dat je moet weten van wat is fictie en wat is gewoon ja, fictie. En gewoon ja. zo het weten van het verschil van de we ja. verschillende werelden. En ook van, het kan zijn dat een drillrapper gewoon verhalen rapt van een ander, niet zelf natuurlijk. Ja, als maar als kind maak je die. Ja, klopt. Misschien super moeilijk. Ja, het kan verschillen per klopt. kind. Hè. Ik goed. vind gewoon persoonlijk als je in die positie zit, bijvoorbeeld. Ja. Um, dat je ook gewoon de juiste boodschap moet meegeven aan de mensen. 100%. Sowieso. Dus je mm. kan rippen over ja, jouw verleden bijvoorbeeld, hè. je hebt mensen gestoken of zo. Mm -hmm. Maar wees dan ook gewoon duidelijk van, hè, dat is niet goed of ja. zo. Ja. 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 Want velen doen dat niet. Maar dat is, ja, gewoon ja, een disclaimer dan. Ja, klopt. Ja, een groot, disclaimer maar dat is, bijvoorbeeld. Maar, maar dat is ook wat de 101 Bars heel goed doet. Hè. Voor elke sessie ja. zo'n hele tekst van, van alles wat deze rappers uh, zeggen of zo. Ja, ja, ja. Ja, hij als gewoon zeggen, ik heb deze goed ik heb deze gestoken. Klopt ja. je, wat ik bedoel? Ja, ja dus, klopt. Uh, nee, kan sowieso. Bon. Maar het is een crazy video, man. Bon, gaan we gaan over naar het volgende. Yes. yes. Ja, uh, J Balvin. inderdaad, in opspraak gekomen door het uh, recente clip die je had gedropt, waar uh, twee soorten vrouwen werden neergezet als honden. Ja. En dat uh, ja, werd niet goed ontvangen. Nee. Werd zeker niet goed ontvangen, werd achteraf verwijderd. Ja, en dan uh, nog, nog steeds opkomende commentaar en zo... dat hij uiteindelijk wel noodgedwongen mm. ex, uh, mm. excuus mm. heeft moeten aanbieden. Nu ja, kijk. Um, ik vind het ergens gewoon een beetje zo loesje... omdat je, ja, je krijgt dat over je hoofd, dan verwijder je. En je denkt, je kan er zo mee wegkomen zonder te excuseren... tot je dat echt zo dat sociale druk krijgt. Mm. Ja. Dus zit ik wel met een dubbel gevoel van, ja, hij heeft het goed gedaan... Maar tegelijkertijd, je, je had het gewoon beter moeten weten. Ik vind dat een heel moeilijke, omdat J Balvin als artiest... Uh, ik volg die een beetje, ik check zijn interviews en zo. En dat is iemand waarvan ik echt niet had verwacht dat zoiets zou uitkomen. Want die is echt wel, ook in zijn interviews en in alles wat hij doet, is mm -hmm. hij heel inclusief en hij, mm. hij probeert iedereen te representeren en zo. Yeah. Dus ik, was, ik was verschoten, maar uh, in het lezen van de artikels, dan, dan ging ik kijken naar hoe groot is dat geworden, weet je en dat is tot de vice-president van Colombia geraakt. Dat hij wow. kritiek gaf ja. op die clip. Inderdaad. En de eerste persoon die eigenlijk publiek kritiek heeft gegeven op die clip is zijn eigen moeder. Wow. Dus zijn eigen moeder heeft gezegd: Ik heb die clip gezien en dat is een schande. Dat is niet mijn zoon en dit en dat. Ja. En dan hebben ze dat inderdaad verwijderd. En zijn die apologies gekomen. En ik ben meestal zo iemand. Ik geef, ik geef mensen niet het voordeel van de twijfel. Ja. Maar bij hem heb ik toch zoiets van. Mm. Ja, ja, want het feit dat zijn moeder. Dat al zegt, denk ik. Allez, zijn moeder is diegene die hem het beste kent volgens mij. Dus als Recht, zij dat al zegt, maar het feit dat zij het nodig vindt om te zeggen van, hey, ik ben tegen die clip van mijn zoon. gek... dat is wel merkelijk. Ja, dat vind je. Dat vind je? Het, uh, vaak. W wanneer zie je dat gebeuren dat er een schandaal is van een artiest en de, en de, en de moeder, ouder gaat mee ja, ja. in het, ja, dat is niet goed wat hij heeft gedaan. Normaal is het wordt altijd behind the scenes ja. gedaan. Mm. Klopt, ja. Mm, 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 mm. Dat is heel gek, man. Maar um, ja, ik heb nog altijd het dingen van hoeveel mensen zien die clip voor die uitkomt. Dan kan niet dat. Dan je zien 20, 25 mensen die clip, Teams ja, die, die sterren ja. aanwezig ja, waren, die die rollen spelen. Cameraman, producer, speel, label. Ja, iedereen heeft een ja gegeven, weet je. Wauw. Dat is gek man. Dat is gek, want ik herinner mij ook zo uh, dingen: Cavani van Menu, die ook zo Negrito zijn of op zijn Instagram. Hij werd ook heel oh, bedoel Klopt. En dat is ook inderdaad een heel apart geval. omdat ja, in zijn cultuur wordt dat gewoon als een meest banale woord beschouwd. Ja, ja. Maar ja als je natuurlijk echt ja, ja, zwart bent, het, wordt het, het zo extreem, van... Inderdaad. True, klopt. En dat is ook wel heel uh, klopt, klopt. Ja. En ja, en dat is ook een woord delicaat. en zo, maar Hier ging het echt om uitbeelden daad. van. Klopt. Dus alle zwarte waren honden of alle zwarte vrouwen waren ja. honden in die clip. Ja, dat was inderdaad. En de andere wel. mensen niet. Ja. Dat was zo heel oh ja. Maar ja. Was, ja. wat was de narrative eigenlijk achter? Allee, heeft hij uitgelegd wat de bedoeling was. Of, of was er... Hij heeft niet uitgelegd wat de bedoeling was, maar de, de easy woordspeling zou gewoon zijn van bitches. En, en, en mm. bitches komt ook gewoon van het vrouwelijke honden en zo. Ja. Dus dat zal de, de gemakkelijke woordspeling zijn. Ja, klopt. Um, ja man, dat was een moeilijk. Weet je. Maar um, als jij YouTube-videos maakt, hoe, denk je na nou over wanneer je gaat kijken en zegt van ik moet oppassen dat, dat, dat ik dat niet zeg of dat dan niet is gezegd geweest? Of zal je iemand anders die iets fokt op zegt in een video meteen checken van hé, hey, in mijn video's kan dat niet? Ja maar. sowieso, dat wordt sowieso geknipt of zo. Mm. Um, dus voordat ik mijn video plaats wordt die sowieso mm. wel nagekeken. Ja. En ik laat ook zien aan andere mensen, ja. dus het wordt sowieso nagekeken. Zo'n fouten, ik vind persoonlijk dat dat niet kan, snapte? Zo'n want je hebt een hele crew achter je, snapte? Je? Yes. Dus, <laughs> uh, dus iedereen geeft echt een akkoord van ja ja, doe maar doe maar. Mm -hmm. Mijn oog ja. is echt ja. uh, super verdacht. Ja man, klopt man. Ja, dus... Weet je, er zijn veel gevallen. Ja zeg maar, oké. Ah nee. Maak me af. Nee, nee, ik zei: er zijn veel gevallen waarbij dat ik denk: van, weet je, cancel culture en zo. Ik vind van, soms gaat dat te ver. Mm -hmm. Maar bij dit vind ik wel van. Mm. Goh, ja, is het dan daadwerkelijk cancel culture of is het gewoon je verantwoordelijkheid opnemen? Nee, maar ik vind soms, om eerlijk te zijn, cancel culture gaat soms iets te ver. Klopt, maar daar ja, ben ik mee is, eens. Maar in dit geval, is het daadwerkelijk een voorbeeld van cancelcoach of eerder gewoon van kijk, joh, neem je verantwoordelijkheid op. Want die is niet alsof we zeggen van dat we hem van zijn optredens of geld of wat even willen, uh, mm. willen ontnemen. Nou, ja. dat is moeilijk. Ik denk ja, als zo. je een fout maakt, je grept in je zegt sorry, dan gaan de mensen gewoon zeggen van we accepteren het of niet. Ja. Maar als zegt... was het maar zo makkelijk, want heel veel mensen hebben fout ja, gemaakt, tuurlijk. zeggen sorry, maar ze tuurlijk, zijn, maar... zijn nog steeds gecanceld Tuurlijk, maar ik denk ja. als, dat, als dat over meningen gaat, en iemand heeft een mening, en mensen staan daar niet achter, maar die blijft achter zijn mening, ja, ja dan heb je wel een risico ja. ja. om gecanceld te worden. Ja, klopt. Technisch nee, is. Klopt, klopt, man. Yes. Ja. Dus volgende. ja, yes. dan gaan we over naar het volgende. Um, Pablo Escobar zijn... Cocaïne en zijn door het rechtbank in Ohio erkend als mensen. Ja, man. That's ja. crazy. Dus hebben die He? dus ja, mensen dus als in die hebben ook een identiteitskaart zo. <laughs> Dat is een niet. We zijn eerder gewoon van ze hebben nu evenveel gelijke rechten als een mens. Als. Net als een bij, net als een voordeel. Um, ja, weet niet. recht tot. Uh, Voedsel onder dak internet je weet ja, Elk dier heeft dat echt goed, toch maar het gaat basically om het feit van die heeft dus ooit vier nelpaarden gekocht om zo zijn eigen dierentuin, zo, ja. dierentuin mm. uh, aan te maken mm -hmm. um, en toen Escobar is gestorven hebben ze al die dieren eigenlijk beginnen overschepen naar tellen, maar vier nijlpaarden zijn te zwaar om... Ze om... <laughs> wisten niet wat ze ermee ja. moesten doen. die dus boven... hebben die gewoon losgelaten in een, in een soort van domein. Mm -hmm. okay. Alleen zijn die vier nijlpaarden nu 82 nijlpaarden geworden. Because the motherfuckers fucking yeah. <laughs> <laughs> Ja, ja maar, klopt man. Ja. Dus zo wisten, ze hadden zoiets van, oké, okay, als, als je dat blijft gewoon toelaten, ja. gaan die blijven meer en meer en meer worden. Oké. Okay. En dan zijn ze nijlpaarden beginnen killen. En dan zijn er activisten geweest die hebben gezegd van oh, jullie kunnen die niet gewoon killen. Ja. En daarom hebben ze eigenlijk gevochten om die rechten te geven. Oké. Okay. Zodat ze niet zomaar zouden gekilld kunnen worden. Oké. Okay. En nu gaan ze dus eigenlijk nijlpaarden steriliseren zodat ze niet kunnen blijven. Ja, yeah, ja, yeah, yeah. Fucking en fucking en fucking en fucking. Ja. Yeah. Maar zoiets van, je kan niet gewoon zomaar dieren killen omdat je dat beslist. Tuurlijk. Dat is eigenlijk het idee erachter. Maar het is okay. de eerste keer dat, dat wow. dieren eigenlijk. Die rechten krijgen. Ja, klopt. Uh, hoe noemt, dus dan noem je dat geen dierenrechten meer, dat is mensenrechten. Ja, omdat ze ah, gewoon... Eigenlijk, ja, die zijn nu zo gelijk aan een mens. Ja, en dat deed me gewoon, vond ik wel best <laughs> interessant. Want door dat te lezen, kreeg ik weer zo'n flashback met het uh, controverse van zo'n aap. Die ook door het dolle heen ging en dan werd neergeschoten en heel het internet ah, begon. Harambe. En dat klopt, en dan heel het internet uh, was ineens een dierendeskundige van... Nee, je had een best het moeten... van. man. Omdat je een best moest verdoven en dergelijke. En dacht ik <laughs> van... Wat? Bro, en ik kon gewoon niet anders dan denken van wauw, mensen hebben zo'n danige mening over voor een dier. Oké, okay, alle respect ervoor. Mm -hmm. Maar er zijn nog zoveel andere gruwelijkheden over de wereld. Ja, dat er misschien wat minder uitgesproken meningen ja, over worden gedeeld. Dus ik zat er wel een beetje zo met een tweelstrijd in. Klopt. klopt, man, het vlees dat wij eten, is ook gewoon dierenkullen, dus. Of niet? Ja, dus, uh, ja klopt. is ook maar... een beetje hypocriet van ons. Toch? Ja, klopt. Zeker. Iedereen is zeker hypocriet. Maar op dat moment toen ik het zag, dacht ik van. Hm. Ja, is erg. Hm. Maar hebben jullie zo dat dingen van. Dierenrechten en, en oké, okay, dieren hebben sowieso rechten, sowieso. maar ze hebben dus zoiets van oh, gelijk aan een mens. Nee, nee dat niet. niet. Ja, sowieso niet. Ik, ik vind dat de, dat wat niet. Ik vind een te ver gaan. Je kan zeker een dierenvriend zijn en dergelijke, maar op zo'n bepaalde hoogte, en, klopt. En, en, maar op een bepaalde hoogte ze gelijkstellen als mensen zelf, dat gaat net een beetje te ver voor mij. Met alle respect voor ja, alle mensen, dierenliefhebbers en zo, maar maar, maar ook gewoon allee, biologisch gewijs die dieren hebben ook gewoon geen geweten zoals dat mensen hebben. Die kunnen ook bijvoorbeeld Okay, je hebt bijvoorbeeld honden en zo, die, die, die wel intelligent zijn en zo. Mm -hmm. Maar stel je voor. Een oetang verschil, verschilt niet zo ver van ons, qua DNA, heb ik gelezen. Nee, nee, maar stel maar, je voor, ze ontwikkelen ooit zo een device. En die kan gewoon vertalen wat dieren denken. Stel je voor hè? Dat is wel nice. Hè. Stel je voor, en tellen. hij vertaalt dat en je praat met. Een, een kat en die kat zegt niet. We proberen je al 2000 jaar te vieren. Dat is wat Die kan niet. sorry, man. Ik nee, hoef het niet te horen. Man. Ja, Van, het zal eet, hard zijn. Eet ja. gewoon, eet ja, gewoon. Ja. Goed, zo. Ja, ja. Man, denk ik, ga lopen derbies met een kat of zo. Ik wil dan oog in Oost met een kangaroe. Waarom ik wil weten waar hun woede komt. <laughs> Serieus? Die moet iedereen boksen. Ah, ja, maar ja, ja, ik wil echt oog in oog staan. Ik wil weten wat hij denkt. Shit. Ja, waarom ben je boos? Ja, waarom, ja, waarom ben je, waarom je boos? boos? Wat heb je meegemaakt? Ze luisteren sowieso naar. Als ik je wil je vragen, man, met welke die zouden jullie spreken? Kon dat? Gewoon met doggo, man. Waarom bluff je altijd? De fucking tijd, man. Ik zou gewoon zeggen: ga wandelen, kom terug binnen een kwartiertje. Ja, niet zo'n goede van gehad met honden. Dus Weet je wie dat ik echt, echt mee wil communiceren, bro? Zeg het eens, jongen. Ik wil met koeien communiceren, man. Goeie. Weet je waarom? 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 Want die zitten de hele dag niks te doen. Bro, het is graag. Ja, nee. niet en ik nee. Nu je zegt, een luiaard, dat zegt ja. mijn spirit animal ding. Ah, zo die, zo die ding zo, dat is op ah, die bovenraag zo... zitten. Ja, klopt, man. Ja. Gewoon traag gaan slapen. Ik en zou ook met een panda willen praten. Die hebben precies altijd plezier. Even, Klopt. Ja, altijd blij, altijd happy. Ik heb man. al gezegd: als ik gereïncarneerd word in een dier, zou ik een panda zijn. Een panda. Oh, dat is Xara. Bro. Bro. En iedereen heeft die ook gewoon graag. <laughs> huh? Die worden niet gehaat. Ja, dat is het ergste. Ik die worden niet gehad. Ja. Ja. Ja, die doen zo alles wat zij niet mogen en iedereen hou van die. Ja, man. Ja, nu het zegt. Ja, man. Ik kan iets negatiefs zeggen over pandas. Of een olifant of zo. Olifanten zijn ook altijd zo geliefd of zo. ze kunnen soms maas met net soms maas op Ja, zijn. toch wel. Er zijn een agressie. Er is een Eder, ja, man. boos, hè? Shout-out naar olifanten. Ja, man. shout naar alle olifanten. Shout-out naar olifanten. En yes, nogmaals, er is een piezharam bij me. Dead. Dit ja, toch? Dead. Dead. Dat Dat ja, maar dan gaan we over naar de laatste. Uh, toch wel heel <laughs> opmerkelijk. Ja, crazy, man. Een uh, Indiër die een dubbelganger, zogezegd, heeft laten vermoorden om dan... Uh, die ja. dan 4,3 miljoen yes. op ja. te kunnen strijken. Ja, man, Om de verzekering. Ja. Dus de basically hem. wat hij heeft gedaan, dus als een man uit, uh, uit India, uh, en heeft een man die echt bijna exact op hem lijkt, laten uh, vermoorden Worden. door een cobra. Besef. Heeft hem, dus een cobra heeft, de, heeft een cobra op hem gestuurd, laten killen, de... Heeft die man, dus die man die is gekeild, naar zijn huis, huis gebracht? En dan is de politie gekomen hebben ze gezien van ah, dat is, ja, dat is die meneer hij heeft 4,3 miljoen gekregen, dat ja, hij dood was. Shit. Maar achteraf ja. levensverfied. Hmm, uh, hangt een luchtje aan. Ja, man. Ze hebben ze aan de mensen van de buurt gezien van hé, hey, man, die zie ik daar echt dit in, nee man. En het grappige oh, was, hij woonde hiervoor nog in Amerika. En dan toen ja, hij voor 20 jaar of zo klopt. En dan toen hij terugkeerde in India Bewust. was ze te pakken. Bewust. Ey. Omdat hij wist van ik moet niet gekend worden. En nee. moet, hij nu, moet hij nu vastzitten ofzo? Ja, 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 dat denk ik wel. Zo oh, hij gaat branden in Jilla, Hij bro, gaat India, India. India lacht niet, hè? Hij gaat branden in hij Ja, hij, al, hij, al, hij, al, hij Hebben ze nog doodstraf daar? Zou wel kunnen, denk ik, hè? Nu je het zegt. Nee, kan! Maar die gevangenissen, papa. Er zijn twee dingen die me echt pakken in dit verhaal. De eerste, ik ga niet denken dat ze Ultimus scam Ja, heeft gefinest, hè? Ja, FG man, Maar <laughs> hij heeft toch Deun. met zijn leven afgenomen. Sowieso. Maar dat is wat Deze. mij anders pakt. Van alle manieren, bro. Hij pakt een Cobra. cobra dat is gemeen. Dat is echt gemeen. Snap is Gandalf of zo? Gewoon een Cobra. Nee, laten vergeten, Nee, Nee, broer. broer je, je bloed wordt dik. Snap je, Hij moet naar het ziekenhuis. Hij voelt je slecht. Ah, dat is walgelijk. Ah. Gekke, hè, ja, man. man. Hou, hou hem niet goed zien. Zeker nee, niet. Ja, Misgunner. Misgunner nee, tot de mens. IJsland heeft daar geen geld geproefd. Ja, man. Moet IJsland ook gaan zitten? Voor heb je dat gedaan? Nou. Ik zeg ja. voor ja, hem dat hij gaat zitten, Want ik weet niet hoe het in India is, maar. Maar zijn streng daar. Ja, ik, ik denk, ja, ik denk dat klopt, ze lachen. Ze lachen niet te zitten of sowieso. iets anders. Maar klopt, één van de sowieso. twee, maar dat gaat er zeker niet Ik weet, gevangenissen in Azië zijn normaal gezien sowieso al een beetje... Uh. Van. je hebt daar geen ja, dan, luxe of zo, Zuidoos, ja. Ja. Azië, Goed, helemaal. Ik, ik zeg zo'n documentaire over gevangenissen. Mm. Ja. En, uh, eerlijk in Europa we moeten blij zijn. Alles, de mensen die zitten True dead, hotel. dead, Ja, dat is dat een op... hotel man. Snap... Ja, nee klopt man. Sommige ja. mensen als je terug ziet, in Jellas, van was je ik was even weg, mijn hoofd, ja, ja. hoofd ja, Dat Weet je genoeg. dat lijkt als een grap man. Veel mensen zeggen dit. Dat is gewoon dat. is gewoon ach, al anders gezegd van, een man, hoofd heet papa. Ze waren in jilla, G. Ze waren in jilla. Ook jilla's heb je gezien in die documentaire vooral in Zuid-Amerika, Andere... zo die Brazilië zo. Oh, ja, broer. Oh. Daar bijvoorbeeld. Maar dat is zo'n documentaire van een guy die, ja, 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 die zon... ja, van op Netflix. Ja, ja precies. Bro, Zuid-Amerika is sowieso gezegd. Zuid-Afrika, Zuid-Afrika. zet Heb je gezien, die, uh, dat ze zo, die moeten cipiers killen om hoger in de ranking te komen. Ja, in de precies. Gevakken. Ja, ja, ja. ja. Da. Dat is gestoord. Dat, oh, is gestoord. Leg dat uit alsjeblieft. <laughs> nee, nee, leg jij dat uit, want ik heb uh, precies alles. <laughs> <laughs> uh, nee, maar dus basically, dus er zijn gangs, uh, Gang 27, ja. boom, boom, boom. En uh, basically, als jij uh, een cipier kilt. Of als jij iemand aanvalt of er komt bloed uit zijn lichaam ja, of zo. Of, dan, krijg ik weet niet wel, dan krijg je een hogere ranking. En er is ja. één guy die echt een hoge ranking heeft, die zelf op een aparte plaats is die daar gewoon ja. 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 Bro, <laughs> chillt. Volleybal. Hij heeft veel ja, mensen gekillt dan. Gek man. Ja, man. Ik weet nog inderdaad dat er een, een, een gevangenis is in Amerika, dat heet Angola. Dat is gewoon een referentie naar het Angolese gevangenis. Omdat het gewoon qua niveau zo erg is daar. Zijn jullie, zijn jullie streng? Jullie streng? Ik weet het niet, ben ik ben niet geweest. Jim. Nee, nee, maar. Hé, hey, <laughs> hey, Bo. Hé, Bo. blanco tafblad hier, man. I'm good. I'm good. I didn't do it. I didn't nee, do it. Nee, What I do Ah, vakantie. Okay. <laughs> nou, nah, man, bro. Maar, anyways, ja, kijk, van de documentaires wat ik heb gelezen, inderdaad, echt gewoon een hel voor mensen om daar ja, te man. zijn, dat er gewoon brug is. Hé, ja, dus, Hey, man, just don't go to jail, man. Don't go nee, to man, jail. Nee, ja, nee, 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 man. man. Die, ah, oh, die Septori is zijn echte broer. In, uh, is, in uh, welke? Amerika. Ja, zeep. Ja, ja, ja. Zeep, zo? Zeep. ja bro. Dus gewoon Ken zeep, zeep. Bro, Laat zeep vallen. Laat zeep zeep, ballen, is achteraf, man. En, en ga zeep oprapen, broer. Als laat zit. Ja, man. In Zuid-Amerika of zo. Of Klopt. in Afrika. Klopt. Laat zeep vallen. Je wilt oprapen. <laughs> Andere koek. <laughs> <laughs> Andere koek. Shit. Hé, yeah, bro, is gezellig. To be gewoon Houd gewoon bij To be continued, man. Ja, houd gewoon bij To be continued. Als je het <laughs> <moet> dicht <laughs> tegen de muur plakken zo ja je mag niet je mag niet dit mee ja echt ja oh, wat man Andersburg probleem maar ja shit voilà. yes man yes. dat waren onze trending topics van vandaag yes, yes. we gaan nu eventjes overschakelen naar de game van de dag yes dan is het nu tijd voor heb je al Het spel is heel simpel in heb je al stel ik een vraag bijvoorbeeld heb je al gestolen en dan moet je antwoorden met ja als je zwarte kleur laat zien, nee. Als je de rode kleur laat zien, we gaan er meteen aan beginnen, boys. Eerste vraag voor jullie: hebben jullie al gespiekt tijdens een examen? Ah, 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 ah. Iedereen. Ah, standaard. Waar had ik dat niet de reen. Oh, waarom niet? Ik ben een goede jongen. Ja, maar bro, hm. schijn kan gewoon. Sch bro. Maar bro, spieken kan gewoon, man. Plus. Waarom heb je gespiekt tijdens je examen? Waarom? Ja. Welk examen? Uh, bijna al mijn examens. <laughs> oh, nee, wacht, ik ga het goed verwoorden. Um, dus vorig jaar, ja. tijdens uh, de eerste lockdown, denk ik, um, toen wij examens hadden, mm -hmm. voor alle examens had ik gespeakt. Wow. Maar. maar Alle ja. examens? Allemaal. En was je erdoor? Ja, voor veel wel, ja. Oké. Okay. <laughs> het heeft gewerkt. Het heeft gewerkt. Mm, hij liet het lukken. Was in? Pff, ik kan me niet echt direct eentje herinneren, maar uh... gewoon. Ja, man. Links-rechts. Ja, ja, wel, man. Ja, wel, man. G? Hey bro, ik heb eentje voor jullie. Hè? <laughs> dat was in de middelbare school. Ik had zo'n neppe iPhone ge uh, gekocht. Dus ah, je weet je spiekte op... echt met mijn effort en zo. Ja, G. Bro, <laughs> het was met zo'n vak, bro. Ik, bro, ik zeg jullie, ik zeg Ik heb alles geprobeerd. Mogelijk... In het mogelijke. En ik had zo'n, dus die neppe iPhone, toch waar echt je moet drukken om het te laten werken. Die is zo dik en mm. alles verschijnt. En ik had nog zo uh, witte oortjes, dus je kon eigenlijk duidelijk zien. Dus wat doe ik? Ja. Ik, doe, ik doe gewoon zo alsof ik leunde mijn ja, hand. Ik heb die ook gedaan. En uh, ik, heb, ik heb echt het leerstof van hoofdstuk 1 nee? tot het einde gewoon opgenomen ja, en dan man. zo één keer gedaan, man. Mensen omheen zagen mij, maar ze hebben me niet gesnitst. Dus oh, shout out me. naar hun. Wat 95 gehaald op 100. Ken je die wow. Die? wow. Gewoon zo'n oortje door je dingen. Ah, ja, ja maar dat, raak, raak, dat heb ik gedaan, raak. Raak. Wel dit. Ja, maar jij bent Gen Z, man. Ja, <laughs> jij bent Gen Z, man. Je bent op een nieuw niveau, snap man. Je ja, bro. bro. Wij Wel, moesten inventief zijn met wat we hadden. Nee, maar vroeger had ik echt niet gespeakt, eigenlijk. Maar pas op latere leeftijd. Oké. Ah, sorry, maar paar... Ja, kijk, ja. Mijn ouders weten dat. Mijn schoolcarrière... Difficiel. Boys. Hebben jullie al iets heel duurs kapot gemaakt? Het is heel duur. Moet even nadenken. denken. Ja, Misschien gemaakt. onbewust, maar ik ja. heb al veel kapot gemaakt vroeger. Mm, was in je twijfel, hè? Ja. Was je een uh, turbulent kind thuis? Niet echt, ik speelde gewoon veel voetbal thuis. Oké, okay. ja, ik heb het Ja, man. Van. Dus gewoon, je kikt een bal, paf, dat, ja, kapot, dat kapot, dat kapot. Nadat nou, ze hebben gezegd dat ah, ja, je pff. niet mocht voetballen thuis. Ja, dus echt zo van drie keer gezegd: stop, je gaat iets kapot maken. Uh, stop, stop, stop. Boom, kapot. Breed. Ja, Mijn moeder daar haar vast zo kapot gemaakt. Zij heeft mij haar nou kapot gemaakt. Dure vast? Ja, bro. Cadeau. Ja. ja, bro. Je hebt zeker gevoeld, hè? Huh? Je hebt het gevoel. Van zijn. <laughs> <laughs> ik kapot gemaakt. ben twee weken goed thuis gebleven. Ik <laughs> ben te Ja, man. Goeie. wat heb je kapot gemaakt? Vol um, veel, maar één grappige. <laughs> dat was toen ik heel jong was. Uh, mijn moeder had me dat vaak verteld. Uh, we hadden zo in tijden van Nintendo. Dat is echt way back. Um, en ik kwam met dit geniale idee om het gewoon schoon te maken met de vod, echt helemaal met water. En ik had gewoon mijn tv zitten schoonmaken. Zo kinderen zijn hoofdpijn. <laughs> Bro, nee, wacht, ho, ho, ho. Voor de rest was ik rustig een rustige kind, maar dat was gewoon een van de momenten oh, waar dat ik denk is hoofdpijn. van. Nee, nee, nee. Dus mijn ma betrapt en zei zegt van Jozef, wat doe ik? zei van mama, ik ben aan het schoonmaken. Ja, uiteindelijk ben ik kapot te zijn. Dus. Is oh, zo? Zo weet ik dat ik nog geen kinderen wil. Want dat is zo van. Wat hij heeft gedaan, die intentie was niet slecht. maar ja, dat is, is dom. Inderdaad, man. Ik zou dat tegen mijn kinderen zeggen, want nu hebt dat is dom. <laughs> Tibet. Ik weet niet wat er achteraf is uh, gebeurd, maar ja, kijk. Ik weet het al eens die dame vertel ze het mij altijd. Tch. Zijn die klaar voor kinderen? Dat is een helemaal andere vraag, man. Of ja. vind ik nu? Ja, klaar Ja. Huh? Mentaal wel. Nu, gewoon nu. Of nu? Ja, ja, ja. Als een ah, mentaal kom. ik ook. Mentaal sowieso. Mentaal ik ook. Maar, maar financieel... dat ja, is een andere koek. Het is een andere, koek. Ja, broer, is andere die, koek. Ik ga je mijn neefje van Frankrijk brengen. Stuk. Is hij druk? Is hij druk van de dingen? Ja, maar weet je wat het ja, je je, je ja. ding, ding is? Die petit van banlieue. Jij brengt ja. je neefje <laughs> ja. neef, neef van Frankrijk. Hij is al groot geworden. Snap je? Hij, hij, hij heeft al een bepaalde opvoeding gehad. Nu die zijn hoofdpijn. Ik, ja. ik ga van het begin al. Snapte? Ja, goed. Ja, sowieso man. Ja, toch. Volgende. Um, Hebben jullie ooit al een vals nummer van een meisje gekregen? Ah, oh, nee, man. Iemand ligt Iemand liegt. Nee, nou, iemand liet. Iemand liegt. Kijk ja. de waarheid, boys. Nee, met, kijk. Niet dat je nee. me alles alleszins. Ik vraag dus geen nummer, dus daar begint Omdat het al. jij bent. Nee nee nee, 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 nee. Jij nee. krijgt ze gewoon. Nee, nee, nee. Ik ben <laughs> niet zo... Hij is, is, voor hij voor is bescheiden, hij is bescheiden dames nee, nee. en heren. nummer is voor mij echt privé, dus ik vraag geen nummer. Mm, mm, Oké. Okay. Mm, mm, mm. Ah, wow, ik lieg. Ik lieg. <laughs> oh, we got nee, 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 him. <laughs> we got him. Oh nee, klopt, klopt, We got him. Vertel. Hé! Oh, je hebben me echt gewoon ja, Vertel, vertel jongen, vertel, vertel, oh, vertel. gooi het. Ja, je... gooit nou, het een groep. Gooi het nou, een nee, 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 geen naam. Maar er uh, was een meid, zei, um, ze zei van ja, bel mij. Snap mm. je? Ze had mij gedM'd met ja, bel mij en zo, die tijd, want ik ben niet meer zo actief. Okay. Ze stuurt het nummer door, ik ben blij. Het was mijn crush, ik was blij. Ik zeg oké, okay, ik bel. Nummer werkt, ik, ik sla ah. die op op app, ik zie die heeft geen app. Oh. Oh. Ik, ik stuur haar, ik zeg zo. Deze nummer werkt niet, kunt je kunt opnieuw sturen. Uh. Ze zegt, oh ja, ze stuurt een ander nummer, werkt niet. Oh. Ik zeg maar, hè? Huh? Wow. Dus ik zeg, okay, geef jouw nummer, ik geef mijn nummer. Ik heb nooit een brief. Ah, yeah, 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 yeah. Oh, dear bro, het trick gewoon, het trick. Ja, ja, wow. Als een kleine jongen ben ik geschetst <laughs> En als zij nu kijkt, wat zou je tegen haar willen zeggen? Uh, niks. niks. Onneutraal. Ze is, he... is he knap. Is ze nog steeds de crush? Nee, nee, nee. nee, nee. Ja, maar... Door dat? Mag nee, ik... niet daarom. Mag ik het in jouw plaats zeggen? Wat? Nee, dat is, dat is een goede dame, dus. Hij is zo'n noble. Oké, dat is een goede dame, dus. <laughs> jullie nooit. Nee, man. Nee, man ah, yeah. jullie liegen, jongen. Nee, sowieso niet. Waar zoon... echt niet? Nee, bij mij echt niet, sorry. Nee. Maar misschien met je verlegen, jij vraagt je geen... nummers. Ook, maar ook gewoon kijk, wanneer ik het vraag, krijg ik het. Wow. Oh, wow. Nee, Jeez, moet je... 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 <tomt> Maar ik zeg, maar dingen tegelijkertijd. Nee, nee, wacht, 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 wacht voor Dat is verkeerd wordt geïnterpreteerd. Okay. Het gebeurt zelden dat ik het vraag. Oké, okay, en als je het vraagt, hoe vraag je het? Ik zeg gewoon dat ik weg moet, ik zeg Kaats nummer. Wauw, Kaats nummer, wauw. Hey, nee, niet bos, zo, ja, ah, maar ja, gewoon. Kaats nummer eigenlijk, die nummer? Vaan, nee, dat, een weet, dat, weet echt, dat weet ik echt story. niet. Ik vraag je nummer. Hoe niet? Maar hoe vraag je een snap of een insta? Hoe ik snap of insta, ja. insta vraag? Ja. Um, kijk, ik vraag dat sowieso niet in het echt. Okay. Daar begint het al. Maar als ik dat dus vraag um, in DM of zo, dan zeg ik wel van, ik ben... Niet actief op Insta. Mm. Dus als je met mij wilt praten of zo, okay. link me op Snap. Maar ah, ben je verlegen, jongen? Verlegen? Ja. Nee, nee, want nee. je zegt je vraagt niet echt. Ja, nee. Ik heb gewoon zoiets van. Okay. Hoeft niet per se. Ga je een techniekje geven? Geef eens. Gewoon Insta open. Je gaat zoeken, druk dat open. Geen woorden, niet uitleggen. Niet. Gewoon... gewoon zo. Ja. Heb... 100 maar Ik heb nooit echt iets gehad van shit, ik moest haar Insta vragen of haar snip vragen of zo. Snap okay. je? Bij mij is het gewoon van niks, u. Je, je bent knap, bijvoorbeeld. Ja. Ik heb meer spijt als ik u niet heb aangesproken, snap je? Mm. Ja, maar vies... zodat ik zo iets vraag of zo, dat hoeft niet per se. Ah nee, dat is sowieso na een gesprek en zo. Ja. Mm. Weet je, als je vertrekt, denk je zo, ah, kan dat niet. Ja, zo man. Laten, Ik heb nog eentje voor jullie. Hebben jullie ooit jullie liefde aan iemand bekend? Ja, Tuurlijk, bro. En zeg niet mijn ouders. Huh? Zeg niet zo, oh mijn ouders die niet zo. Nee. Ah, dat niet. Nee, nee, ik lach. <laughs> ja. ja? Ja. En hoe was de reactie van de andere persoon? Positief. Wat is positief? Ik ben er niet mee. Wauw, lekker hoor. Shit. zie je ziet. Je laat dat het, het lukken. lukken. Daarom die katsnummer techniek moet ik ook gebruiken. <laughs> maar het was gewoon figure of speech, maar dat was niet hoe het zo is, is verlopen. Het is van de laatste keer dat ik me herinner, dat toen ik weg moest, ik zei van, ja, kijk hier. Klaar. Hier. Hier. Waar hier. Okay, hier. Hier. Ja, hier. hier? Hier. Maar ja, anyways. Wat precies aan de knappe dames die kijken. Sowieso. Hier. <laughs> hier. Nee, niet zo, maar Anyways, ja. Sowieso. Shameless plug. Ah, Nu we toch bezig zijn, ga deze man volgen op Instagram, Snapchat. Ah, uh, tjie, mensen doen dat op het einde, dat is disrespectful. Ja, ja, wat we dat, dat nu doen. Oké, okay, lekker. Dat Volg allemaal. me op Insta, Snap, overal. Junior vertongen aan elkaar hetzelfde. Gewoon, ja, ik ben niet moeilijk of zo. Niet dat ik op Simpel. één app zo heel andere app zo. Nee, nee, je overal. Vertomme zonder H, alsjeblieft. alsjeblieft. <laughs> Respecteer. Ja, alsjeblieft. Ja, toch. Dan gaan we het hierop afronden. Yes. Dan is het tijd eindelijk voor de aanrader van de week. Yes. In deze rubriek gaan we dieper ingaan op de aanraders van de week. Ik ga iedereen zijn aanrader van de week vragen. En ik ga beginnen bij de aanrader van Alex. Oh, wauw, direct. Yes. Uh, mijn aanrader is uh, een documentaire op Netflix. Uh, Miles at the Palace. Okay. Dat gaat eigenlijk over een um, basketwedstrijd een um, aantal jaren geleden, well, twintig jaar geleden of zo. Ik weet het exacte jaar niet meer. Uh, tussen Indiana en Detroit. In Detroit, waar er eigenlijk een enorm gevecht is uitgebroken. Um, hoe dat is uitgebroken, ga ik niet uitleggen. Want dat duurt wel een beetje, maar het komt erop neer dat er heel lang eigenlijk een narratief is geweest van het fout van de spelers en zij zijn echt het publiek in gegaan, zijn met het publiek beginnen vechten, publiek er was politie overal, dat. En die documentaire um, is nu uitgekomen met alle beschikbare beelden. Oké. Okay. Dus camerabeelden, mensen die in de steens aan het filmen waren, Ze hebben hoe nice. dat onderzoek is gegaan en blijkt eigenlijk dat de persoon die het gevecht hij heeft laten ontstaan. Heeft laten ontstaan als in de grote bro. Ja. eigenlijk een fan is die een blikje gooit of een, een, een drankje gooit. Wow. En daarom dat ze daarin vertrekken, weet je? Ja. En, maar dat is gewoon heel interessant omdat al die spelers die hebben enorme schorsingen gehad. Sommigen voor het hele seizoen. Sommigen zijn naar de rechtbank gegaan om die schorsing te laten uh, ah. reduceren. Dat is ja. ook gelukt. Maar de narrative is altijd geweest van zij waren fout. Mm. En ja. Er is een ding ontstaan van, ah, dat zijn thugs. Dat is thug mentality. Shit. Dat is mm. hiphop. En ze zij zijn zo gelabeld geweest. Mm. Dat waren jongens die normaal gezien enorme carrières gingen hebben, die waren ook heel jong, maar die daardoor eigenlijk mm. niet die carrières nee. hebben kunnen hebben. Ja. Wow. Um, en om nu toch hun eigenlijk in het positieve daglicht of toch meer de waarheid te zien, ja, 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 ja. Um, is super interessant. Wat en de manier waarop ja. die docu gewoon ook zich afspeelt, ja. is top. Wat de aanleiding eigenlijk is om te zien van eigenlijk zijn ze niet in fout of zo of, of... Ja, voilà. Ja. Of, of ze zijn minstens, ja, minstens. Iedereen evenveel zijn fouten yes, yes, mm -hmm. yes, Dus dat is voor mij zo'n aanrader, want het gaat over sport, dat is een beetje geschiedenis, ja. uh, ook cultuur. Ja. Um, en het is ook hard om naar te ja. kijken. Het is niet alleen het verhaal, het is echt gewoon mooi in elkaar gestoken. Maar jij volgt het basket wel. Hey, ja. Denk je dat dat de aanleiding was uh, van uh, minder gevechten of zo in de NBA? Dat er braver werd of, of, of zo sneller wordt, uh, ja, sneller wordt ingegrepen. Ja, er of... zijn sowieso, daarna zijn er sowieso maatregelen, ja. maatregelen getroffen om zo'n soort incidenten um, ja, te gaan vermijden. Mm. Maar wat vooral is gebeurd en wat een beetje spijtig was, is dat ze maatregelen gaan... Nemen zijn tegen bepaalde spelers en dat ze. Allee, als in meer naar de hip-hop cultuur en die dingen. weet je? Dat was, oh. heel, dat was echt zo de narrative van dat zijn thugs en kijk naar al die spelers met tatoeages en ze luisteren naar ja. rapmuziek mm. en kijk hoe ze gekleed zijn. Mm. En er zijn dan veel maatregelen nee. gekomen die eigenlijk niet heel eerlijk waren, omdat mm. die eigenlijk mm. naar een cultuur gericht waren en niet naar een per se incident of zo. Ja, man. Dus dat, man, dat is mijn aanrader van deze week. Tjie. Mijn aaner van de week is um, de NPR Tiny Desk concert van artiesten genaamd Jebba. Okay. Ik uh, ben Jebba leren kennen voor het eerst op het nummer van. Uh, Drake's album, Certified Lover Boy. Dat heette Jebas Interlude. Aangenaam verrast. Ik dacht van, één hey, mooie stem. Later op Twitter zag ik een fragment van het uh, Tiny Desk Concert. En ik was echt helemaal onvergeblazen door de stembereik. Lyrics, hoe minimalistisch het was. Ja. En uh, gewoon, je heet al, um, de achtergrondzangers. Yo, alles zat goed in elkaar. Je ziet gewoon van een voorbeeld van een zangeres die werkelijk haar stem uh, beheerst. Van... Cool. Uh, alles gewoon joh kijk ik heb toen ik het hoorde misschien al twintig keer afgespeeld maar je zou gewoon beu zijn okay. Alsof, ja weet je ik hou gewoon van harmonie als je ja. harmonie hebt en dit je hebt mij gewoon en mm. het was gewoon voor mij echt een aanrader van je weet het maakt niet uit welk genre je leuk vindt als je gewoon echt gewoon puur san van muziek wil genieten mm. dan raad ik je dat aan okay. favoriete nummer stand okay. stand maar tiny ja. desk sowieso een hard concept kun je, je daar naar kijken nee, man. Nee, man. dat is eigenlijk um, ja dat is basically um, een concert mm. dan in een echt bureau, zeg maar. Dus een mm -hmm. werkbureau. Heel intieme setting. Um, ja, en heel, heel intiem. Heel weinig mensen. Dat is super hard, man. Okay. Boy heeft ook eentje gedaan die kapot hard was. Macego ook. Mm -hmm. um, dus ik zou Tiny Desk nog als een aanrader gooien. Ja, ja dat okay. ook gewoon gezicht. een hele goede. Ja. Vooral een ze een ja. nieuwe dimensie aan de liedjes En waarvoor je op een gegeven moment denkt: van, wauw, die versie is beter dan op het album. Dus nou, ja, ja, sterk, ja man. gewoon zeker checken. Zeker. Heb jij een aanrader, Junior? Uh, ja, sowieso. Gossip Guy podcast van uh, Ender Schotens. Ja. Oké. Okay. Um, Ender, sowieso als host, is zijn tophost. De gesprekken zijn sowieso aangenaam, dus uh, mm. dat is zeker een aanrader. Mm. Uh, hij, praat ook, hij praat ook over van alles eigenlijk. Ja. Um, je ziet echt dat het gewoon een spontaan gesprek mm. is tussen twee personen. Ja. Um, en er zijn niet zoveel podcasts in België mm. die ik persoonlijk check. En uh, die van hem check ik wel en die vind ik echt zo. Ja, man. Goed. Ja, ja man, dat is wel een top. We, ja. we hebben dat ook. Een paar dagen geleden, denk ik, hier besproken, yeah. intern. Yes. Die, hij, is, hij, is, hij is echt hard om één op één een interview af te ah, leggen doch. en dat gesprek te blijven ja, laten man, flowen. Snap je, broer. En hij komt ook met leuke vragen. Ja, en ja, ja. Dat en leuke toe... cadeautjes. Leuke cadeautjes ja, ja, die, ja, tijd, ja, die ja, precies, dingen. ja, ik zag precies. er nog van ja, en op dat vlak is hij super sterk. Oh, Ah, ja, superman. En ook voor locaties, simpel. Snap je? Ja, locatie dog, en zo. Ja, ja, snap man. je? Dus, uh, en zijn mindset zelf ook al is sowieso top. Dus yes, vandaar uh, exact. Vind ik hem deze sowieso. sowieso en binnenkort komt er ja. ook sowieso een video uit met mijn Ender. All Alright. Right. Ja, ja Iets om naar uit te kijken ja, dan, man. Yeah, man. En Ender moet dus bij deze ook gewoon in dit seizoen van Koolka Late Night langskomen. Vind ik ook, Ender? Ja, moet hier zitten. Hey, ja, Wat is jouw aanrader? Mijn aanrader is een album, man. Een album van Fresco. Oké. Okay. Mm. Fresco. Ik weet niet voor de mensen die hem niet kennen, maar hij is de beste rapper van Nederland. Wow. Heeft hij mm. vandaag gelaten? Hey, wow. hij... <laughs> ja, ja, ja. ja. Das, das <laughs> Dat is nieuw voor mij. Dat gesprek is voor een ander. Okay. Um, nee, hij heeft, hij heeft zijn album gedropt in de lucht, deel 1. Ja. Uh, er waren al twee liedjes die al gedropt waren. Uh, Dankbaar en iedereen eenzaam. Iedereenzaam, eigenlijk. Ja, iedereenzaam. iedereenzaam. Ja. Um, super super hard album, lyrikaal super sterk, uh, ook van verschillende thema's. Hij hebt vooral zo over, over zo sociale media en zo over bijvoorbeeld om een voorbeeld te geven. Er is een liedje waar dat hij zo over um, Vrouwen praat die nu eigenlijk 17 jaar zijn, bijvoorbeeld, maar die uitkijken om 18 te zijn. Ja, die is super hard. Om, om, om een OnlyFans account boedel te maken. Mm, en ja. dat vindt hij fucked op. En, ja, ja, ja. en dat wij niet ingrijpen, ja. dat wij als maatschappij daar niet in zitten. Mm. Uh, ook gewoon echt politieke liedjes. Uh, over, over Palestina bijvoorbeeld heeft hij ook een liedje gemaakt. Mm. Uh, en er is ook gewoon, wat dat mij ook verraste, ICSB, die rapper. Mm. Die ken jij waarschijnlijk wel. Ja. Ja. Ik zou je nooit. Samen zien, maar zij wil echt een hard liedje samen, man. Okay. Klopt, die ja, heb ik inderdaad met Ja, in de de ja man, dus, uh, ja, Dat moet gecheckt worden. Sowieso. Ja Sowieso. Dat is echt een goed album, man. Het is ook echt gewoon de rap, mooi. Ja. Ik, hij is lyrikaal, heel sterk. Ja. Ja. Hij heeft ja. heel goede storytelling. Ja, man. Ook al nice. dus, uh, woordspelingen, paradoxaal, ja. paranormaal, paranoïden. Ja, ik Ja, jou zo. Ja, voor gewoon checken, man. Wow. Okay, ja, okay, dus man. ja, man. Alright. Maar uh, wie is nummer één uh, rapper van Nederland? Nummer één, dat is moeilijk R om te zeggen. Rapper en niet zanger, hè? want ik weet wat, dat je een graag hebt en zo. Nee, 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 dat is, dat is moeilijk om uh, te zeggen. Maar nummer één, rapper. Uh, um, alias. Ja. Mm, mm. Seven. Zeven. Mm. Kan. Alias. <laughs> ja, wel. Dat was jouw kijk. Ja, man. Toch wel. Ik heb hem live nog gezien, hij is indrukwekkend, man. Ongestort. Ja? Ja, 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 man. Echt nee, nee, ja, echt waar. Ja, dat was ja. toen Picasso uitkwam. Wat meteen de trek van: Ik had een lange nacht. Ja, ja, ja zo dat. Ja, okay. een hey, man. Okay. Hard. Ja, man. Hou nee, op, crazy, man. man. Ja, man. Junior, we zijn aan het einde van de eerste episode van Coca's Late Night. Ik wil jullie hart bedanken om onze eerste guest te zijn. Ja, man. Ik wil jullie bedanken om hier te zijn, om ons te gunnen. Wij gunnen jou ook. Of. En wat is één ding dat wij jou kunnen toewensen voor de komende maanden? Waar jullie mij kunnen toewensen. Ja, ja man. De Iets komende dat moet maanden. En wij gaan die good energy pushen. Um, ja, de komende man. maanden. Sowieso dat mijn uh, YouTube uh, ja. kapot gemaakt. Tim moet worden. zegt uh, een YouTube-plek. Ja, 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 ja. Wow, hey, wow, wow. Eigen locatie. Als ik een eigen locatie heb. Okay. Mm. Denk ik toch wel dat ik zou kapot maken voor mm. de ja. eigen locatie. Dat, als ik dat heb klaar. Energy, energy, energy. energy. daarom die energy. energy, mindset, is. mindset. Yes. yes man, yes. Lekker. lekker, mooi, om het laten lukken. Dus yeah. yes. je nogmaals bedankt, Habibi, Happy love, love. die zoals altijd bedankt om hier te zijn. Altijd bro. En naar uh, de kijkers, en terug man, freshjes, freshjes, de meest frisse podcast. Talk show. What? What? From PE. What? 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 <laughs>